Welkom in de kasteeltuin. Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de erven van de kasteelheer hun bezit, inclusief de tuin, hebben overgedragen aan de gemeente. En sindsdien is het publiek domein en kunnen we allemaal van deze fraaie omgeving genieten. Mijn mooiste herinnering aan de kasteeltuin, ja, dat is eigenlijk snel en simpel samen te vatten, de kasteeltuinconcerten. Hier vinden al 19 jaar lang hele mooie concerten plaats. De hele kasteeltuin is daarmee gevuld met mooie muziek, leuke mensen, fijne sfeer, zonnige concerten. Iedere zomer 7 keer lang is het hier raak. En heel Helmond komt erop af, de hele regio, de hele stad leeft, de hele stad bruist. Met dank aan de kasteeltuin. Achtermond. Dat zijn mijn mooiste herinneringen aan de kasteeltuin. Hier stond rond het kasteel helemaal kramen. Daar stonden heel veel kramen. Schilders, beeldhouwers, alles stond er. En echt heel druk, want van heinde en ver kwamen de mensen naar Achtermond. Er stond zelfs een artiest op een ton met water, die iedereen nat spuiten zo. Er kwam overal water uit. Het was heel mooi. Nou, dat kan er maar eentje zijn, toch? Ja, dat is trouwvoet, het is trouwdag. Ja. Ja. 8 mei 1998. Ja, de dag zelf was wel heel speciaal en vooral ook toen we hier aankwamen rijden. Het was mooi weer en dan kon je bij zo'n kasteel. En ja, dan ben je toch allemaal kriebels in je buik. En ja, het was ook wel heel speciaal omdat mijn moeder een jaar van tevoren allemaal niet zo goed was gegaan. Die had een herseninfarct gehad. Overwogen om natuurlijk af te zeggen of te verschuiven van haar wegen haar moeder. Maar zij wilde dat het doorging en ja, hebben we dus ook gewoon gedaan. Ja. Dus dat maakt het wel extra speciaal. Ja. Mijn mooiste herinnering aan het kasteeltuin is dat wij hier onze trouwshoot hebben gehad. Ik kan het nog echt herinneren als gisteren, terwijl het toch wel 20 jaar geleden is bijna. En toen stonden we hier met onze prachtige auto, met heel de familie. Dus als ik daaraan terugdenk, krijg ik gewoon weer hele, ja, echt weer kriebeltjes, zeg maar. Ja, echt top. Mooi weer in onze eigen mooie Helmond. Kasteeltuin is natuurlijk al 100 jaar een begrip in Helmond en ik vind het ook een van de mooiste plekken hier midden in het centrum. Met prachtige grote bomen, pas aangeplant nieuwe plantvakken en altijd met dat mooie kasteel op de achtergrond. Ik ben dan ook enorm trots als wethouder dat wij dit in ons centrum mogen hebben.